meneer Van Haga. Het officiële memorandum van de Nationale Dodendekking is aangepast. Dit jaar is de koloniale oorlog in Indonesië toegevoegd. En dan denken we officieel naast de Nederlandse slachtoffers ook alle Indonesische slachtoffers. Wat vindt u daarvan? Ja, ik vind het ontzettend pijnlijk. Dus totaal respectloos naar de slachtoffers, de Nederlandse slachtoffers die daar zijn gevallen. En onbegrijpelijk dat ze dit hebben gedaan. Wij denken nu dus naast die slachtoffers, inderdaad, de Nederlandse slachtoffers, ook de Indonesische daders. Die vochten aan de kant van de toenmalige vijand, waaronder dus ook oorlogsmisdadigers. Ja, zoals ik zei, dit is een schandvlek in de Nederlandse geschiedenis. En dit is ongelooflijk pijnlijk. En we hebben ongelooflijk mensen, veel mensen verloren daar. Hè. Bijna iedere familie in Nederland herkent wel een familielid of iemand uit die periode die daar is overleden. Nou, dat is niet zomaar gebeurd. En om dan opeens de tegenstanders bij de herdenking te halen. En daaronder zitten inderdaad gewoon misdadigers. Het is onbegrijpelijk en heel pijnlijk. Ik begrijp dus inderdaad dat deze opzet onder de Nederlandse slachtoffers op onbegrip kan rekenen. Absoluut. Ja, ik heb zelf ook in mijn familie mensen die in kamp hebben gezeten daar. Het is werkelijk niet voor te stellen. En het getuigt van zo weinig begrip en zo weinig medeleven voor de slachtoffers. Dat nogmaals, het is onbegrijpelijk. Wat vindt u ervan dat het comité 4 en 5 mei niet eerst met de slachtoffers en nabestaanden heeft gesproken, maar gewoon die herdenking heeft aangepast? Ja, een ongelofelijke misser. Maar ik denk dat er vanuit de slachtoffers ook wel een tegenbeweging zal komen. Maar het probleem is natuurlijk, het is nu al gebeurd. En dan is het veel moeilijker om het terug te draaien. Terwijl als dat gesprek van tevoren had plaatsgevonden, dan was dat natuurlijk nooit gebeurd. Want het is zo ongelooflijk pijnlijk. Het is een klap in het gezicht van de slachtoffers. Wat gaat u dan doen tegen deze gekkigheid? Nou ja, wat kunnen wij doen? Hè? Als Kamerlid kun je vragen stellen. Dus ik ga met mijn persvoorlichter Richard de Mos overleggen en dan gaan we schriftelijke vragen stellen. Maar wat het 4, 5 mei-comité natuurlijk had moeten doen, is bijvoorbeeld een Bersiab-monument oprichten in Den Haag. Hè? Dat zit al langer in de pen. Het komt niet van de grond. Nou, dat soort dingen zijn mooie dingen om te doen voor de slachtoffer. En dit is precies het tegenovergestelde.